leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 10 augustus. En het is nu 4:15. En ik begin nu pas de vlog omdat ik in de ochtend alleen maar vlogs heb geëdit. En wat planningen heb afgewerkt van mijn to-do list. Zo ziet nu op dit moment mijn to-do list eruit. Vandaag wat ik allemaal heb afgekregen is vlog. Twee editen, mijn opa heeft gebeld. En dan moet ik nog mijn persoonlijke video opnemen. Morgen ga ik naar Amsterdam en woensdag heb ik nog niets. En kijk, ik ben best wel geobsedeerd door de planningen van Marsha. Zij maakt echt hele mooie planningen. Hier krijg ik een fotoshoot voor mijn intro. En voor mijn outro ga ik opnemen op de zaterdag. En dan ga ik het gewoon per week doen. Ik heb dan dit DIY agendaatje. Heb ik gemaakt. Daar zijn ook gewoon allemaal afspraken in. Dus elke keer kijk ik hierin. En dan maak ik de week op de weekplanning. Op zondag 16 september augustus maak ik dan de weekplanning voor die week daarna. Want dan weet ik precies van, oh, die dag heb ik vrij, die dag heb ik vrij. Dit is zeg maar, ja, heel handig om je planning en zo te doen. Dus als jij binnenkort ook een video wil zien over hoe je planningen maakt, laat dat even weten in de comments. Dan ga ik ermee aan de slag. Ook super vet. Ik ga de 22e augustus ga ik ook weer naar Amsterdam. Want dan heb ik de Wii Battle. En dat houdt in 4 YouTubers die gaan dan strijden in 2 teams. Dus je hebt team Sinette, dat zijn team van Cindy en Lanette. En je hebt team Sabim en dat is team, die bestaat uit Sabrina en Kim. Superleuk. Daar ga ik heen, dus dat staat ook al in mijn agenda. Dat ik daarheen ga, ik heb er dus een uitnodiging vandaag voor gehad om daar dan langs te komen. Het is bij mediabureau Age, nog wat, hup. En dat is super chill. En ja, dit is mijn planning voor volgende week. Dan heb ik dan Be Brave in Ahoy. Daar ga ik ook heen. Wii Battle. En dan heb ik eigenlijk niks. Ja, dan heb ik heel veel dingen te doen. Ik ga zo meteen mijn persoonlijke update video maar eens een keer opnemen. Want dan moet ik dat ook maar doen. Want het gaat onder andere over dagelijkse vlogs. Ondertussen ben ik nu flink wat vlogs van Monica aan het inhalen. Ik heb er in totaal 4 nog, dus ik ben nu 48 minuten zoet. Dan ga ik me zo meteen eventjes omkleden. Misschien een andere broek aan, want ik heb nu deze trui aan met dit. En dan ga ik richting mijn opa met mijn moeder. Super chill, super leuk. Het is een beetje zo'n chill dagje vandaag, maar ja, ach, mag ook. En ik heb best wel goed gewerkt, dus ik moet alleen nog de 2 vlogs uploaden van gisteren en eergisteren dat ik ging toeren en met Jamira, dus de dag achter de vakantie. En ja, dan zie ik jullie zo weer. Het is nu al bijna 8:00, ik zit beneden en we gaan Wie doet de afwas kijken, want Nanne Meijer zit erin. Heeft ook een YouTube kanaal en nu is het weer nog bezig en ik weet niet of ik heel goed in beeld ben. Want ik kreeg laatst een comment dat ik zelf niet scherp was, maar de achterkant wel. Dat kan ik niet zien omdat ik geen uitklapschermpje heb. Dus meestal moet ik altijd richten met mijn telefoon of ik wel goed in beeld ben. Dus daar ga ik voor het hem even op letten, dus een goede tip. En ik ga lekker Wie doet de afwas kijken. En daarna ga ik nog even 2 afleveringen kijken van Daniel Lewinsky. En dat ga ik natuurlijk ook filmen. Dus dat wordt leuk. En ja, dan zie ik jullie zo weer. Tot zo. Nanne is vlogger en is dus te vinden op YouTube. Nieuws, gadgets en showbiz. Hij heeft overal een mening over. Ja, hij is 65 en heeft zich nu om te bouwen tot een vrouw. Vind ik wel echt ballen. Elke week plaatst hij met zijn sidekick Anouk een nieuwe video. Mijn moeder is te huwelijk gegaan door haar vriend. Wat?
Iedereen jankt natuurlijk. Ja, oh ja, jankt. De mensen die naar mijn video's kijken op YouTube zijn vooral jong. Dat zijn meiden van 15, 16, 17. En die vinden dat een fantastische. De gasten zijn nog maar net onderweg. Of en dan ben je de vlog van maandag aan het editen en dan kom je erachter dat je geen einde hebt gefilmd. Sorry. Ja, kijk maar, we zijn nu de vlog van maandag aan het editen. Dus dat hebben jullie hiervoor gezien. Ik heb vandaag niet echt zoveel gedaan. En vooral een planning gemaakt. En ja, wie doet de afwas gekeken? Iedere werkdag om 8 uur op RTL 4. Maar als je deze vlog ziet, is het alweer een week oud. Dus kijk dan op Uitzending Gemist of op RTL XL. Voor wie doet de afwas? Want dan zien jullie Nanne Meijer erin. En er zit een klein stukje in deze vlog. Dus ja. Dus morgen komen er dus 2 video's online. De shoplog en een vlog. En dan zie ik jullie morgen weer bij een brand nieuwe video. Of bij de vlog of bij de shoplog. Dus tot morgen. Doei!